Dus God is een God van volheid. Jezus is niet gekomen om ons maar een deel terug te geven van wat Adam verknald heeft. Nee, Romeinen 5 zegt, wat Pastor Irma al zei tijdens het gebed, dat door één mens is er overtreding in de wereld gekomen en zijn we alles kwijtgeraakt. Veel meer is de overvloedige genade door Jezus Christus die ons weer als koningen laat heersen. Halleluja. Je krijgt alles terug door Jezus Christus. Hoe belangrijk is dit voor gelovigen om dit te begrijpen en vast te houden? Door genade ben je behouden. En deze genade praat over dus de grote liefde van God. Het is volle genade. Dit heeft met het leven van Jezus te maken, die gekomen is om in uw plaats en in mijn plaats ons alles terug te geven. Daarvoor is hij naar het kruis gegaan en heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. En wat geeft hij ons? Behoudenis. Salvation. Redding. Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van onze overtredingen. En die verlossing gaat terug tot het paradijs. Prijs de Heer. Nu, helemaal is dus, dit vers laat ons ook zien dat de genade ten volle van God is uitgegaan. Ik heb u gezegd, God is een God van volheid. De genade is ook ten volle van God uitgegaan. Want kijk wat er staat. Er staat, het is door het geloof en dat niet uit uzelf. Niet uit uzelf. Dus deze genade is ten volle Gods keus geweest. Wauw. Jezus is naar deze wereld gekomen. Dat was ten volle. Zie je, God is een God van volheid. Dat was ten volle de keus van God. Heeft niks met mensen te maken. Hij wilde ons weer alles geven. Ons alles teruggeven. Wat we waren kwijtgeraakt. En ten volle was dat zijn keus. Wauw! Op alle front, op alle gebied kom je God tegen als een God van volheid. Dat Jezus is gekomen heeft niks met mensen te maken. Niet wij hebben zitten roepen naar de hemel, stuur Jezus, stuur Jezus, stuur Jezus. Nee, we konden niet eens roepen, want we waren verloren. We waren de weg kwijt. Maar God in zijn grote liefde heeft ten volle gekozen om zijn zoon te sturen, om ons alles terug te geven wat we waren kwijtgeraakt. En Jezus heeft zich, let op, want hier komt het andere punt. En Jezus heeft zich ten volle gegeven. Maar laat ik dit eerst uitlezen. Want door genade ben je behouden als je Jezus hebt aangenomen. Heel wat mensen weten niet wat ze hebben ontvangen als ze Jezus hebben aangenomen. Als je Jezus hebt aangenomen is het niet klein wat je krijgt. Je krijgt de volheid van God. Maar niet vele mensen beseffen dat, zelfs heel wat christenen niet. Die denken, ja, nu ben ik gered. Als ik sterf, ga ik naar de hemel. Dat is zeker waar. Maar je hebt veel meer als dat gehad. Je hebt de volheid teruggekregen. Je kan leven in autoriteit. Je kan leven in power. Je kan leven in gezondheid. Je kan leven in overwinning. Je kan leven zoals Jezus geleefd heeft op deze aarde. Dat is het woord behouden. En dan staat er, door het geloof word je behouden. En dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Het is een volle gave van God. Het is de liefde van God. En nu wil ik u laten zien dat Jezus zich ook ten volle gegeven heeft. Mag ik Filippenzen 2 vers 5 hebben, Beamer? Dit wordt een hele mooie serie. Ik neem u stap voor stap naar het punt waar God u wil hebben om ten volle te geloven in je overwinning. Dus Jezus is gekomen en heeft zich ten volle gegeven. Dit woord volheid kom je in de hele Bijbel tegen. En ik was verrast toen ik het aan het bestuderen was, hoe diep dit woord is. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Geef me het vervolg van dit vers alsjeblieft. Maar zichzelf ontledigd heeft. Let op hoe ten volle hij zich geeft. God is een God van volheid, zeg ik u. Jezus heeft zich niet een beetje gegeven. Hij heeft zich helemaal voor ons gegeven. Hij heeft zichzelf ontledigd. Leeg gemaakt voor jou en voor mij. Waarom? Om ons vol te krijgen. Hij heeft zichzelf helemaal ontledigd om die volheid weer bij jou en bij mij te brengen. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte, de vorm van een dienstknecht heeft aangenomen. En dan, dus hij was God en hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is een dienstknecht geworden
en aan mensen gelijk geworden. Zie je? Hij, ten volle geeft hij zich. Hij ontledigt zichzelf, wordt een dienstknecht. Is aan mensen gelijk geworden. Geef me het volgende vers alstublieft. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. We zien hier dus dat Jezus zich ten volle geeft om een mens weer ten volle te redden. Oh, wat is dit mooi zeg. Wat is dit mooi. God is begonnen door de mens de volle zegen te geven. Want er staat, hij schiep ze en hij zegende ze. En hij zei, ga heen, vermenigvuldig je, onderwerp de aarde. Dus het begon met een volheid. En we zien die volheid van genade om jou en mij te redden. En die volheid van genade om ons te redden had een volle prijs nodig. En die volle prijs was dat Jezus zich helemaal zou geven in jouw plaats en in mijn plaats. En dan staat er, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is een mens geworden. Hij is zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Aan het kruis gaf hij alles. Aan het kruis gaf hij alles. Aan het kruis kwam uw zonde en ongerechtigheden kwam op hem, zodat zijn rijke leven naar u kon komen. Toen hij aan het kruis ging, kwam de vloek die door de zonde gekomen was, door de zondeval gekomen was, ten volle op hem. Weer ten volle. Ten volle op hem, opdat de zegen ten volle naar ons kon komen, als we in hem zouden gaan geloven, als we hem wilden aannemen als onze verlosser. Daarom zegt de Galatenbrief dat je bent verlost van de vloek en de zegen is gekomen. De zegen van Abraham is gekomen, de volle zegen is gekomen. Dus Jezus heeft zich ten volle gegeven. Waarom? Om jou ten volle te redden. Het probleem in het christendom is dat wij niet altijd doorhebben hoe groot de rijkdom van God voor ons is. Ja, we denken dat God ons gedoogt. God gedoogt je niet, God houdt van je. En God wil je graag hebben naast hem. Als een partner, als een compagnon, als een kind. Is dat niet geweldig? Wauw. Halleluja. Daarom staat er in de Bijbel, wie Jezus heeft leren kennen, heeft het leven gevonden. Zo hé. Gods leven. We zeggen het zo makkelijk. Maar man, wat is dat rijk. Wie mij gevonden heeft, heeft het leven gevonden, zegt hij. En dan leven in de ruimste zin van het woord. Wauw. Punt is, je moet het doorhebben en je moet het gaan geloven. We gaan naar Hebreeën 7 vers 25. Ik ben zo dankbaar met deze serie. Het wordt een hele krachtige serie. En volgende week gaan we ermee door, want ik kom vandaag zeker er niet doorheen. Dus volg ons op de voet. Hebreeën 7 vers 25 laat zien dat Jezus zich ten volle gegeven heeft om jou ten volle te redden. Christenvriend, wederom geboren christen, ga niet voor minder. Ga voor de volle zegen. Christenvriend, wederom geboren gelovige, je leeft in een moeilijke wereld. En die wereld wil je vertellen dat alles niet gaat en dat het moeilijk is. Alles wat om je heen gebeurt wil je bijna op een plek brengen dat je de moed verliest. Maar weet dat het Gods wil is dat jij ten volle in de zegen gelooft. Het is Gods wil dat je ten volle aan de zegen vasthoudt. Je hebt dat nodig om over die dingen te heersen. Je hebt dat nodig om uit de problemen te komen. De tijd om te geloven is niet wanneer alles goed gaat. Ook natuurlijk. Maar de tijd om te geloven is wanneer dingen lastig zijn. Is wanneer een coronavirus ons wil zeggen, ik ben de baas. Dan is er de tijd om te zeggen, nee. Want Jezus is gekomen om mij ten volle over jou te laten heersen. Geloof is erg belangrijk. Een ongelovige die dit hoort, die denkt misschien, wat praat hij over? Maar dit zijn geestelijke wetten. Die werken voor mensen die het begrijpen. Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat geloof een wet is. Romeinen 3 vers 27 praat over de wet van geloof. Het is een wet die werkt als je het goed toepast. Dus zie jezelf niet als een verliezer. Zie jezelf niet als een weeskind. Zie jezelf als een koning met Jezus. En als het moeilijk is, begrijp dan dat de tijd is om te geloven. Weet je wanneer Jezus geloofd heeft? Hij heeft altijd geloofd. Maar zeker toen hij naar het kruis ging, heeft hij geloofd. Want toen was het moeilijk. Maar toen kwam het erop aan om jou en mij te verlossen. En de Bijbel zegt, hij heeft zijn aangezicht als een keisteen gemaakt. En hij dacht, dit ga ik doen voor de mensen.
Vergeet niet dat toen hij in Gethsemane was en het heel moeilijk was, in plaats van op te geven, heeft hij vastgehouden. Als het moeilijk is in Gethsemane, vlak voordat hij naar het kruis gaat, zijn zweetdruppels wordt als bloed, dan zegt hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan me voorbij gaan. Dat laat zien hoe moeilijk de man het had. Maar dan tegelijkertijd zie je zijn geloof in actie komen. Hij zegt, maar niet mijn wil, maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. Dat is een man dus die gelooft in de meest moeilijke omstandigheden. Want zijn zweetdruppels waren als bloed. Zijn gebed is, Vader, als het mogelijk is, laat dit ding voorbij gaan, want het is moeilijk. Want de druk van het kruis kwam op hem af. Het zal echt nu erom gaan spannen. Want daar zou hij zijn leven geven om jou en mij vrij te maken. Om de duivel te verslaan, om de hel te verslaan, om het graf te verslaan, om ziekte te verslaan. En de druk kwam op hem. En dat uit hij ook. Hij zegt, Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan me voorbij gaan. En dan zie je dat hij de geloofsweg oppakt. Hij zegt, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Dus Jezus kende dit geheim. Dat juist in moeilijke omstandigheden je geloof moet activeren. Wij mensen gaan vaak precies de omgekeerde weg. Als het moeilijk is, laten we de dingen los. Oh, ik weet het niet meer, ik zie het niet meer zitten. Maar geloven is voor moeilijke momenten. Geloven is als je niet meer weet hoe verder te gaan. Geloof is als de dingen op je afkomen en niemand weet het meer. Geloof is als coronavirus in een land komt en alles schudt om te zeggen, en toch geloof ik Psalm 91. En toch geloof ik God kan bewaren. En toch geloof ik God kan beschermen. En tegelijkertijd gebruik je verstand natuurlijk, maar je basis is je geloofshouding. Want door geloof overwinnen wij de wereld. Johannes zegt, en dit is de overwinning die de wereld overwint. En dit is de overwinning die corona overwint, ons geloof. Je geloof is van groot belang in deze dingen. Oké, dus we zien dat Jezus zich ten volle geeft om ons ten volle te redden. Hebreeën 7 vers 25 zegt dit. Alles wat ik u zeg, staat in de Bijbel. Het staat in het boek van God. En vergeet niet, Adam is in problemen gekomen omdat hij de Bijbel heeft losgelaten. Hij had toen geen Bijbel zoals wij die hebben, maar hij had wel Gods woord. En de Bijbel is Gods woord. We zijn in problemen gekomen omdat Adam Gods woord heeft losgelaten. En u en ik moeten Gods woord leren vasthouden. Luister niet naar mensen die niet geloven en God niet kennen. Want wat moet iemand jou over God vertellen die God niet kent? Ik ga niet naar iemand toe met mijn auto als ik problemen heb die geen verstand heeft van motoren. Als mijn auto in problemen is, dan ga ik naar een monteur. Iemand die inzicht heeft. Dus iemand die God niet kent, kan u nooit vertellen hoe de weg met God is. Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. En daarvoor heb je Jezus nodig. En daarvoor heb je gezalfde mannen en vrouwen nodig die je de weg van God vertellen. En God wil dat je ten volle gelooft in je behoudenis. God wil dat je ten volle gelooft in de zegen. Te midden van problemen. Te midden van moeilijkheden. Te midden van onbegrip en noem maar op. Houd je belijdenis vast, zegt de Bijbel. Wauw. Als God zegt, houd je belijdenis vast, betekent dat jouw belijdenis onder druk gaat komen te staan. Als God zegt, houd vast wat je gelooft, houd dat in dat je geloof hier en daar onder druk gaat komen te staan. Maar hij bemoedigt je, maar geef niet op. Houd vast zoals Mozes vasthield. Houd vast zoals Jozua vasthield. Houd vast zoals Rut vasthield. Houd vast zoals Elia vasthield. Houd vast zoals, noem ze maar op allemaal, Daniel vasthield. Houd vast zoals Jezus vasthield. Houd vast zoals Paulus vasthield. Leer vasthouden. Alle geloofshelden moesten vasthouden. Dus reken maar uit. Als Jezus moest vasthouden en Mozes moest vasthouden en Elia moest vasthouden. En noem ze maar op en David moest vasthouden. David zegt zelfs, als ik niet had geloofd. De goedheid van God te zien. Psalm 27. Als ik niet had geloofd de volle zegen te zien, was ik vergaan. Hoor je wat hij zegt? Dan was ik kapot gegaan.
En David heeft geleerd, met alle andere geloofshelden, dat vasthouden aan je belijdenis noodzakelijk is. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en klik snel op het belletje, zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.